ja. Dit zijn onze neuronen die we daarvan produceren. Je ziet dat dat heel mooie multipolaire neuronen zijn, ja? Afkomstig van de tandstamcellen. En hier zie je ze nog eens zitten. Ja, daar zitten de neuronen. Dit zijn de neuronen, multipolair. Elektronenmicroscoop speelt. En als we kijken naar de ionenkanalen en naar de mogelijkheden om actiepotentialen te genereren, dan zitten we ook raak. Dus we hebben niet alleen morfologisch uitziende neuronale cellen, maar zij produceren ook actiepotentialen. Dus het zijn ook min of meer functionele neuronen. Niet alleen neuronale differentiatie, maar ook Schwann-celdifferentiatie. Ik ga dat even overslaan. Schwann-celdifferentiatie. Dat is ook. Wat we ook doen, is dit. We hebben neuronen in cultuur, vanuit het ruggenmerg, dorsale, spinale ganglia, neuronen. En als we daar onze tandstamcellen aan toevoegen, of het cultuurmedium van onze stamcellen, dan zien we dat de neuronen lange uitloopjes krijgen. En we zien dat die neuronen gemakkelijker zullen overleven en lange uitloopjes krijgen. Dus die stamcellen kunnen ook misschien bijdragen tot het voeden en ondersteunen van neuronen. Tot het overleven van neuronale structuren. Deze stamcellen hebben we ook bestudeerd op basis van deze stof. Kijk, wat zit er allemaal in? Waar hebben we dit nog gezien? TIMS, ja? We hebben VEGF, zij produceren VEGF, endostatine, trombospontine. Dus we hebben heel wat pro-angiogene factoren worden aangemaakt door de tandstamcellen, maar ook anti-angiogene factoren. Op die manier wensen we ook deze stamcellen te gebruiken in stroke models, in hartinfarcten en in herseninfarcten. Ik ga dit wat overslaan. Wat we nodig hebben, en dit vind ik wel belangrijk, is dat we die cellen kunnen volgen in de hoge resolutie NMR. En hoe doen we dat? Wij gaan die cellen proberen te labelen met ijzerdeeltjes. En dit zijn onze cellen. We stoppen daar ijzerdeeltjes in, ijzeroxide deeltjes. En de cellen blijven leven. Ja, je ziet dat onze cellen blijven leven hier. En die ijzerdeeltjes kunnen we dus visualiseren in de hoge resolutie NMR. Op die manier kunnen we onze stamcellen, als we die injecteren bij een proefdier, dan kunnen we die traceren.